Het is je pannen Steven Vechten en super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Oké, ik weet het, het is lang geleden. Maar wat we gaan doen is, we gaan reageren op TikToks. Want ik zag laatst iemand die had gereageerd op mijn TikTok. Toen dacht ik, ik ga reageren op TikToks. Ja, ben je nieuw, zorg er dan zeker voor dat je even abonneert, dat kan allemaal hier beneden. Druk dan ook meteen op een belletje, want dan ben je altijd up-to-date voor de nieuwste video's. En, het is heel belangrijk, ik zeg het, abonneer even op de Pannen Gang. Voor lid van de Pannen Gang, want we zijn één grote gang, één grote fan squad. Video door naar je vriendjes en vriendinnetjes. En dan gaan we nu reageren. Ik ben gewoon buiten adem van die sprong. Yeah. Oké. Ik heb geen idee wat dit voor challenge is trouwens. Oké. Ja, wat oké. ze heeft een hele dikke beroerte op het einde. Oké. Okay. ik geen idee wat dit is voor challenge trouwens. We gaan verder kijken. Bro, waar is je shirt? Haar shirt is letterlijk dit. Haar shirt is letterlijk zo groot. Het is gewoon dit, een bandje. Cool. Waarom doen ze allemaal in het begin dat? Oh, het is... Ah, ik snap al wat voor challenge het is. Ik snap het al. Ja, wat vind ik ervan? Wat grappig. Zou ik het kunnen? Ik zou dit niet kunnen, denk ik. Nee. Oké, we gaan nog eentje kijken en dan gaan we kijken of ik het kan. Dan gaan we het even proberen. Waarom gaan ze allemaal zo... Ik vind dat dansen in het begin zo niet. Oké, dus. Ik weet niet wat het is met die meiden dan die dan zo in het begin gaan dansen. Of dat aantrekkelijk moet zijn of juist niet. Zo van, zie mij, ik ben vet normaal. Maar ik vind het niet zo super aantrekkelijk. Vind ik ook wel weer bizar. Ik vind het wel knap trouwens, hoor. Daar niet van. Ik ben niet aan haten, maar ik vind het gewoon... Ik kan het niet bedenken, snap je? Oh shit! Altijd weer met die middelvinger. Oké, ik wil nog eentje zien, dan gaan we doen. Kan iemand in de reacties achterlaten zeggen wat dit betekent? Ik zie er laatst heel veel, ook van die smileys en zo, maar ik heb geen idee wat dat is. Oké, nou ja, wat vind ik van deze nieuwe challenge? Ik geef het een dikke vette 2. Ik snap het niet. Dit is het eerste wat ik niet snap van TikTok, dat ik misschien te... ik weet niet. Ik snap die eerste niet. Geen idee wat ze hiermee bedoelen. Maar ja, dat was het wel. Oké, hier komt mijn. Dit is super één waar ik hier op loop. Ik loop op een paar houtjes. Als ik hier doorheen zak, ben ik de lul. Oké, dus wat doen ze? Ze doen altijd een beetje gek. Zoals jullie weten heb ik een keer een video opgenomen met Markie, alleen ik heb nog nooit echt zijn TikToks gezien. Dus we gaan reageren op de TikToks van Markie. Deze vond ik vet, ik dacht dit was een duo, maar het was dus geen duo. Dat vond ik leuk. De laatste krijgt van mij 10 Markies, want Markie is super cool. Oké, we gaan nu weer verder kijken naar TikToks. Oké, ik was gewoon benieuwd van wat hij nou deed op precies TikTok. Mijn TikToks ga ik ze gewoon niet laten zien. Maar als je me wil volgen op TikTok, dan mag altijd. Dat is gewoon Steven Vechten. Kijk hier beneden. Super vet, super tof, super cool, super bro. Super sonic speed, yeah. Oké, het leuke is. Ik ben echt een nerd. Ik kan dat jullie nu ook wel laten zien. Ik ben echt een nerd, weet je. Ik hou van dingen zoals over de ruimte en zo. Maar ik hou ook van videospelletjes. En vrijdag komt er een spelletje uit. Dat is dit, Animal Crossing. En dat is echt, wauw, kijk één keer hoe schattig dit is. Dit is toch schattig, jongens. Kijk dan. Oh, zie nou hoe stoer. En hoe die daar echt een fek komt. Ja, dat spelletje ga ik dus no live. Dus als je zegt van, Steven,
Wil je dat voor ons opnemen? Tuurlijk wil ik dat doen. Maar dan moeten we wel minimaal 500 likes krijgen op deze video. Begrepen? Jullie zijn top. Oké, maar gaan we kijken. Is deze denk ik best of... They call me COVID-19. My, oh, my. Need your revelation. Oh, corona. Don't know why. Everyone googles about me. Every night. Some mass they try to stop me. They can try. Yeah, I know that I'm scary. But you can avoid me with good sanitation. You don't need to worry. Humans hate on me, but I'm not the one who's racist here, yeah. Cause don't care if you're Chinese or you are Italian. I just realized that I'm washing my hands. Now it's time to say goodbye. Ik heb super vet nieuws, want ik heb... About the coronavirus. Virus. Corona. Hallo dames en heren en welkom dat jij kijkt naar het corona nieuws. Ik ga elke video een corona vraag beantwoorden, dus heb jij een vraag over corona, laat het achter in de reacties. Oké, dus dit is het allereerste onderwerp. Wat is mijn mening over corona? Nou, meestal vind ik corona op zich wel een lekker biertje, alleen ja, weet je, ik ben meer van gewoon normaal pils. Ik vind pils gewoon normaal wat lekkerder. Dat komt omdat, ja, die speciaal... Ja, het is corona een speciaal biertje, ik weet niet. Maar het is meer van, het is iets te tropisch, iets te tropisch voor mij. Ik vind gewoon, pils vind ik gewoon lekkerder. Dat is mijn mening echt over de corona zelf. Oh, je bedoelt het over de virus? Oh, oké. Ja, het virus, ik weet niet. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Natuurlijk moet je er bang voor zijn. Want het is niet zoals iedereen zegt van... Voor griep gaat altijd zoveel mensen dood. Maar corona is toch ook gewoon griep? Nou kijk, corona is dus een heel nieuw virus waar jij nog immuun voor bent. Voor griep is er gewoon een medicijn. Voor corona niet. Snap je? Dat is het. Dus niet meer tegen janken. En ook als je zegt van... ja, maar kijk, ik kan niet doodgaan, want ik ben jong. Maar ouderen wel. Dus ik ga lekker mijn ding doen. Dan ben je egoïstisch. Want dan zorg je ervoor dat er meer ouderen doodgaan. En dat zijn ook gewoon mensen. Oké, dat was het. Deze video over de corona. Laten we snel doorgaan naar de video. Yeah. Famous TikTokers before and after puberty. Part 1. Lil Huddy really went from a musically king to our melanin king. Addison doesn't even look like the same person here. She went from looking like the hot Cheeto girl to Margaret Damn Roby. Josh Richards looks exactly like my type this kid. Like, Josh, you got a fresh cut, didn't you? I spent hours on the internet looking for a picture of Charli D'Amelio, and this was the best I could come up with. Tell me why she looks the exact same. Charlie, explain to me why when you were 7 years old, you looked better than I do now. I'm not kidding. I want answers. Oké, dus, ik vond hem niet geldig. Sorry. En nu hebben we weer reclame. Zelfs als net. Listen, you can give me or anyone else 20 years to finish our homework, and I promise you, we still won't do it till the night before. Hey, someone needs to tell parents that our friends... To the night before! They care if there's food in the fridge, and they want to know what the Wi-Fi password is, not how clean my bedroom is. Ik snap het niet, sorry lieve. Spijt me. I put a butt in the box! Hey, yo, famous friend check. Een Fettino. Wie is die vrouw dan? Babe, wilt you date another girl if I die? Oh boo, I don't. Sorry, dat gaat allemaal veel te snel voor mij. This girl steals personality, steals his first instinct. My heart went. Thanks. Can I have it back? Some people are born for this life and some top man gozer, hey. Top man gozer. Top man. Like I can feel it deep down inside. Really?
Yeah. That makes me so sad. I'm not sorry. Ik ben helemaal klaar met TikTok. Ik vind het niet grappig. Ik vind het niet leuk. Ik vind het alleen leuk dat ik heel snel volgers heb gekregen. Oké, wat grappig. Ik had een filmpje op TikTok gemaakt en ik deed dit. Ja, let op. Ik deed dit. Bam! Millie views. Hoe dan? Voor mij zit die op 1,2 miljoen views. Bizar. Ik lach alleen. Maak dat niet zo speciaal. Maar oké, weet je, als jullie dat echt speciaal vinden. Van, oh, een jongen lacht. Oh my god. Dan vind ik het alleen maar leuk. Oké, dus dit was mijn reageren op sessie. En denk je van, Steven, hier moet je echt op gaan reageren. Laat het even achter in de reactie. Dat zal gewoon netjes zijn. En dan zie ik jou met je leuke kopie weer bij een nieuwe video. Want je boy is back. Want ja, ik kan helemaal niks doen. Want we zitten vast door de corona. Steven Vechter reageert op TikToks. Maar hij is zelf toch ook TikToker. Dus waarom? Ja, ik vind het gewoon super grappig om erop te reageren. Ja, trouwens, als mensen zeggen, Steven, wanneer komt een nieuw nummer uit? Er is al een tijdje een nieuw nummer uit, dus stream die, zou super tof zijn. Dankjewel. En ik ben bezig ook met nieuwe muziek hoor, geen stress jongens. Komt eraan. Sorry.